Dag lieve mensen. Op de Keper beschouwd, de voorbije 25 jaar is de topfavoriet 5 keer wereldkampioen geworden. Ja, toch wel. Zo gaat dat op een WK. Al moeten we zeggen dat deze omloop niet liegt. Hij start op gramschap en dan is hij gevaarlijk. Ze hebben op de tenen van Van Aert getrapt. Hier is Van Kessel. Van Kessel kan meedoen voor de top 5. Van Kessel is in uitstekende doen. Hij in hoogrijden vlieren fluitend naar een plaats ergens 23 met de glimlach over de streep. Deed wat vreemd aan. Hier hebben we Tom Meusen. Crescendo naarmate het seizoen vorderde. Hij is uit zijn hoogrijden met wat problemen, met wat hersenspinsels naar huis gereden. Van hoe zit het nu echt? Maar het zal wel snor zitten. Powers heeft een hele lastige week achter de rug. Na die vreemde tweet waarvan wij denken, dat doet Powers niet. Dus, hier heb ik hem, Van Aert. Oh, zo gevaarlijk op gramschap. En die geeft zich nooit verloren. Dat is de grootste vechtjas van het hele peloton. Zweek is ziek geweest. Na de ziekte en na een wat extra rust erbij vanop, kan het wel dat Zweek meedoet, zelfs voor een podium. En Meissen, dat is de koning van de slotronde. Die kan verdwijnen en dan plots herrijzen. Denk aan zijn tweede plaats in Fuji. Er zijn wel wat stukken die wat van Fuji hebben. Je moet maken zo meteen dat je meteen een kanonschot lost. Je moet echt, echt mee in de top 5 die bocht in. Anders sta je voor perikelen. Maar we staan daar met z'n allen in het blauw op de voorlijn te pronken. Dus kan toch niet mislopen bij die staat? Normaal gezien niet. Dus enkel bij de juniors. Maar toen was het totale andere ondergrond. Op een stukje parcours waar ze maar 1 keer komen, zijn ze vertrokken. Als een speer is Van der Poel weg. Van Aert iets langzamer, maar die komt er wel uit op zijn groene tubus. Van der Poel, die perst er een sprintje uit alsof het gaat om de wereldtitel sprint. En hij snijdt daar inderdaad nog net de pas af voor Powers. En al wat blauw is, is daar goed weg. Ik tel er 1, 2, 3, 4, 5. En Zweek is de 6e man. Die heeft zich wat laten wegdringen naar een 12e plaats. Daar een eerste blubberzone. En daar al een aanval van Mathieu van der Poel die even doorzet. En dan is het Merlier die wat op zoek gaat naar Van Aert. Merlier die gaat heel even inhouden. Die wil Van Aert op een sleeptouw nemen. Van der Poel dus meteen het voortouw genomen, moet ik zeggen. Hier dan de eerste heuvel op. En Hossema. Ja, dat was opmerkelijk. Merlier, Meusen heeft stukken. Meusen heeft stukken. En Maarten? Ja, Van der Poel als eerste op de brug. Pauls in zijn zo gezien ook. Van der Haar. Van Aert in 5e, 6e positie. Aan kijken waar de andere Belgen zitten. Meusen zit wat verderop. En zo sluit de rij voorlopig buiten. Meusen zijn ze goed vertrokken. Hier hebben we Van Aert. Heel even voetje los. Zit daar inderdaad aan het wiel van een ander landgenoot. Dat is Michael van Turnhout. Maar wat een kanonstart van Van der Poel. Ik heb hem dat al vaak zien doen, maar zo gedreven nog nooit. Nee. Dat was opmerkelijk hoe dat hij tekeer ging. En de deur gaat nu eigenlijk al dicht. Hè. Corné van Kessel die gaat daar niet achter rijden. Dat zou ook niet verstandig zijn als je dan toch iets in ploegverband wilt veroorzaken. Nu dan? Dan is het eigenlijk nu wachten. En wachten tot dat de grote trein van Lille komt. En dan ga je daar maar mee. Dan moet dat nu. Het moet in de openingsronde misschien tot pakweg 1,5 ronde ver. Dan moet het geklaard zijn wat scheef is. Want vooraan gaan ze natuurlijk niet stilvallen. Paul was wel goed mee weg. Maar en dat was ook een hele tijd geleden dat ik hem dat zien doen heb. Ja. Hier is en Meusen. Hier staat Akkertje. Tommeke Meusen die keert al op zijn stappen terug. Ja, en dan in tranen. God, dan heb je een stel superbenen. En dan kun je daar niks mee aanvangen. Niemendal. Onrecht. Eerste minuut niet naartoe gaan, denk ik. Enkel Maarten kan daar misschien iets van maken. Maar, onrecht. Opletten. Het is omkijken naar Van Aert. Hier zit hij. Het is wachten. Het nummer 1 kwam daar wat krampachtig dat heuveltje op. Was mijn indruk. Wat onrustige blikken bij de landgenoten. Bij zij die de opdracht gekregen hebben. Zorg dat je een hulpje kunt bieden in de eerste fase. En Michael van Turnhout bijvoorbeeld. En Merlier.
Daar komt Van Aert nu uit de bocht, dicht aan het wiel van Van der Haar. En dan zien we dat Vermeers al binnenrijdt. Vermeers nu al aan een wissel toe. Zweekt daar wat verderop, naar Boros onder meer. En Gaudry, hier wordt Tom Meese opgevangen. Ja, dat is om de boel kapot te slaan. Ja, dat wil je echt niet. Hè. Dus, het gebeurt nu eenmaal, hè, maar... Als het dan net in dat WK is, had dat in een gewoon koers is. Elke dag is het bij wijze van spreken koers, maar dat WK... Hebben wij niet gezegd vorige donderdag in Extra Time Cross dat er een mogelijkheid bestond voor een podiumplaats? En mocht een van de Belgen teleurstellen, dan maar Meuse lap. Zo snel gedaan dus. Merlier zit te wachten, die weet niet wat hem overkomt. Van Aert wil opschuiven. Van Aert blijft te lang weg, volgens Merlier dan. Maar schuift wel op. De reeks afdalingen, die is eindeloos, eindeloos. Correctie van Van der Poel. Goeie lijn hier van Paulus. Profs pakken die binnenbochten. Daar straks was het allemaal maar buiten. En daar was enkel en alleen ellende te vinden. De gedrevenheid van Van der Poel. Lars. Wat gesukkel bij Van der Haar. Hier Zweek. Dan de rest van Nederland. Dan zagen we daar Meissen, meen ik. Van Aert schuift wat dichter hier. Moet daar wel Venturini nog voorbij. Dat is Venturini inderdaad met een nummer 18. Het is een beetje aanpassen. Gewoonlijk rijdt hij rond in koffie. Die is nu gewoon in de nationale trui. Alles schuift. Ook de groene tubes. Zien patineren. Weer dat bochtenwerk. Vaak dat pootje zet bij Mathieu van der Poel. Vandaag daar nog altijd wat opgesloten. Hier in die slingerbochten naar beneden. Zo heb je twee partijen. Mocht u de voorbije crossen nog niet gezien hebben. Maar dat kan ik me niet inbeelden. En Van Kessel draait de boel daar nog altijd met een dubbel slot toe. Ja, wat is dat een prima landgenoot voor en dan de Nederlanders. Heeft hij al die hellingen en dan is hij aan een intervaloefening bezig. We gaan toch geen verloop krijgen zoals bij de belofte. 9 seconden, momenteel. Dit is Van Kessel met Van Toenhout, met Merlier. En Van Aert komt hier dan toch onder stoom. Wordt de pas afgesneden door Venturini. Nog altijd door dat kleine mannetje tegenhouden. Venturini moet door de pijn. Wat er ook gezegd wordt, hij moet dwars door de pijn door die knieblessure. Niet losse Pauwels. In de uitsnijding Tom Meuse op zoek naar wat niet meer bestaat. Pauwels al een trap achter plots. Dat gaat minder vlot dan bij Van der Poel. Hij heeft natuurlijk niet die scherpe tred. Ik ben benieuwd om Van Aert daar naar boven te zien hollen, want dat is zijn onderdeel. Daar kan hij terrein goed maken. Daar kan hij een paar mannen voorbij. Graakt hij voorbij van Turini? Nee, nog niet. Weer niet. Nog niet. Eerste ronde nog niet gunstig, maar laten we vooral niet panieken. Matje, zoals zijn vader zegt, alleen. Pauwels scherpt zijn vizier. Ja, van de eerste minuut nu. Pauwels heeft een uitstekend slotkwartier. Daar rekenen we op. Wat een jamboe. Overal op die weggetjes die gisteren keihard lagen. Ja, dat is niet meer terug te herkennen. Boom. Hier is Lars Boom. De wereldkampioen van Treviso in 2008 met een splijtende demarrage in de Alpena laatste ronde. Gat wordt groter, Maarten. Ja, met Van der Poel, die ons komt voorbij, gezoefd in de materiaalzone. Pauwels, die volgt op 4 seconden. Niels Albert staat ons. En het is wachten tot zijn kopman eraan komt. Corné van Kessel uitstekend in de positie op 10 seconden. Michael van Toernout zien we dan. Merlier en nog altijd geen Wout van Aert. Nog altijd geen Wout van Aert. Nu komt hij voorbij op 17 seconden. Niels, hij moet opschuiven. Hij moet opschuiven, Wout van Aert. Ja, het is het moment, denk ik, om nu iets te doen, maar... Mathieu pakt wel een enorme rappe start vandaag. Straf. Dankjewel, Niels Albert. Nog altijd met wat zwier die bruggetjes op. Zo liggen er dus 5. En die zijn netjes bedekt met het tapijt dat vrij strak gespannen is. Hier heb je weer zo'n rotzone. Daar dreig je naar beneden te baggeren. Hij wil er niet afgaan van de fiets. Nee. Pauwels daarentegen. Nijs gaf nogthans de raad. Ga over in loop. Dat doen ze dus niet. Van Kessel daar nog altijd met dat opstropwerk bezig. Ja, toch niet echt fanatiek. Nee. Het is tenslotte maar 11 seconden. Nee, en het is bovendien ook zo dat hij slechte herinneringen heeft aan een gelijkaardige actie in Hoogerijden, waarin hij dat in de tweede ronde probeerde om er volkomen weg te geraken. En toen moest hij gas terugnemen. Hier, Pauwels, veel blauw, dat wel. En nu Van Aert aan de voet van de klim. Gewoon opzij gaan.
Dat heeft, zou het beste zijn. Het voordeel dat hij dat parcours dat om het uur een ander gezicht trekt, dat hij dat nu als eerste kan lezen. Dat hij daar de tijd kan voor nemen. Moeilijkheden bij het instappen bij Wout van Aert. En dat heb je nodig of je geraakt niet helaas beneden. Merlier met een zwieper. Ze blijven dus van Aert goed omringen. Pauwels houdt het op een status quo. En komt goed boven. Hier wordt gegraven. Die lijkt me een goed dagje te hebben. Hier is inderdaad de diepe groeventrap. Ik zie dat Van Aert van Torini voorbij is. Dat is een goede zaak. Einde van de eerste ronde. Dan krijgen we meteen een aanwijzing wat de fastest lap betreft. 7.38 bij de belofte ging dat trapper. Ik zie dat Pauwels schuddebolt. Waarom doet hij dat? Ja, gelost. Niet mee. Had de kans wel. Zie je, hier wordt een treintje getrokken. Nou ja, dat is ook nodig. Merlier weet wat hem te doen staat. Trekken zo hard je kunt. Ik zie Van Aert wel ferm schuddebollen. Daar komt Vermeers achter Boros aan. Dus Van Torini op 8. Dan Van der Haar op 9. Zweek op 10. Boros op 11. En Vermeers op 12. En op Meusena, die eruit is, hebben ze dan allemaal gehad. Dus we zitten goed geposteerd. Maar op nummer 1. Platte tube. Dat was het probleem. Ja, ja. En dat is schuddebollen dan. Het is niet verloren. Het is niet zo maar heel ver meer voor die post. Toch eens kijken naar het verschil tussen Van der Poel en Merlier. Dat zijn 14 seconden. Nu Pauwels daar weggevallen is. Laten we hopen dat de Lillenaar onder stoom komt. En dat hij een ronde of 2-3 nodig heeft om die wat mankelieke start te overwinnen. Ja, met die om zijn ritme te vinden. Met die tube vooraan lek, dat is niet zo evident om te sturen. Zeker niet in dit gedeelte. Sprintje bergop. Dat kan hij natuurlijk in dat formidabele explosieve vermogen. Van Aert heeft 3 gazanten voor... Gezanten voor zich uit. Ja, en nog één met een lekke tube. Die gaat dus een pak plaatsen in het begin van deze race. Verpruts. Andermaal is hij buiten zijn wil om straks op jagen aangewezen. Wanneer komt hij in godsnaam aan de post? Ja, nog altijd niet. Eerst wachten tot Mathieu daar passeert. En dan, en dat zal nu ongeveer wel gaan zijn. Maar is het al een veeg teken dat Van Aert geen antwoord had op die formidabele start van Van der Poel? Ja. Dat heeft hij altijd al gehad. Maar beter die eerste ronde dan bijvoorbeeld half koers, want dan is het helemaal om zeep. Stel dat u nu helemaal onder stoom komt, ja, dan kan het nog wel allemaal. Eens kijken naar de seconde. Merlier die kijkt naar het aangezicht van zijn gauwgenoot van Tournaut. Ja, hoe gaan we hiermee om? Ja, die mogen nu geven al hetgeen dat ze in hun kast hebben. Het is 1 man tegen Vlaanderen. Voorlopig. En dat is voor een heel uur. Normaal gezien, Maarten. Ja, het is nog geen man overboord. En 15 seconden is het verschil met die 2 Belgen die aan het jagen zijn voor Wout van Aert. Bij ons staat Rob Peters. Rob, wat kan je aflezen uit de lichaamstaal van jouw gewezen ploegmaat, Wout van Aert? Ja, dat is nog vroeg, hè? Maar ik denk dat hij heel veel hulp nu heeft bij Tim. Die nu al een prachtjob kan doen. Maar Mathieu rijdt echt van in een eerste bocht echt supersterk. Dat kon al op beeld zien. En ja, het zal van hem afhangen. Als hij niet stilvalt, dan zie ik er weinig gebeuren voor plaats 1. Ik denk toch dat 15 seconden nog speelbaar is, Michel. Ja, dat in elk geval. Daar gaan we vanuit. We zien ook dat Van Aert aan het opschuiven is. Dat hij voorbij Merlier is en dat hij nu ook voorbij Van Tournaut wil. En die ruimt inderdaad het pad. Kan de achtervolging nu echt ingezet worden en komt hij nu volop onder stoom? Belangrijke situatie. Daar gaat dan toch weer wat meer kracht van uitstralen. Maar dan moet hij dan op zijn krachten komen boven. Dat kopje hangt toch zo scheef, hè? Ja, maar het zijn de seconden dat de doorslag gaan geven. Worden die 15 straks 13, dan mag iedereen alweer een klein beetje ademen. We gaan weer naar Maarten. En om maar te zeggen hoe snel het gaat. Lars Boom, wereldkampioen van 2008, volgt nu al op 1,5 minuut. Ja. Maar we schrikken niet hoor, sinds vanochtend. Sinds die rijd van Nieuwenhuis. Ja, wadden.
dan werd het ook plots rekenen met de minuten. Als je weet dat de vorige wereldkampioen Izerbi dat hij uiteindelijk er binnenkwam op bijna 4 volle minuten. Daar zit wat achter nu. Dat klopt. Merlier nog altijd mee. Van Kessel ook nog altijd mee. Aangezicht gaaf. Er liggen daar stenen bij het beneden komen. Joekels, blik. Een appelgroot. Dat heeft Groenendaal inderdaad goed gezien. IJzer, ertsnijverheid, siderurgie. Smeerlappen die in de grond blijven steken zijn. Die nu gecamoufleerd worden door modder en door water. Ja. Het regende lekke banden vanochtend. Vooral in de slotfase. En het is maar wat katoen waar dat ze oprijden. Daar wordt gemaakt. De trap. Dat is zijn dollemans oefening. Niemand die sneller een trap op kan dan Van Aert. Denk maar aan dat geweldig steile ding in Francorchamps. Beter in zijn ritme. Maar de Belgen volgen wel. Ook Michael van Tournout. Vorige week 23e van de pool, 24e. Kun je Belg bergen? Nee, je niks. Kan geen staat meer maken op de evolutie in hoogrijden. Maar dat is al langer zo. Geldt niet alle jaren, want ze hebben echt kipkap gemaakt van de tegenstand de twee vorige jaren. Maar vorige week, nee. Telt niet mee. Waar is Lars van der Haar overigens? Positie 8. Vermeer zit de positie 10. 10 Paulus op 11. Hier heb je Paulus. Paulus heeft meer is voorbij. Een beetje overleefd. En dan komt Valsleben. Hij rijdt binnen. Ja, hij staat lekker ook. Dat gaat hem een paar seconden kosten. Ja. En daar komt inderdaad Van Aert op. Ja, dat is hem goed uitgekomen. Want stel je voor dat het op een andere plaats is, dan heb je het vlaggen. Dan zijn ze terug. Binnenrijden van de post, 14 seconden. 14 seconden, van 15 naar 14. Van der Poel oogt goed, maar in deze fase niet. Super flitsend. Je kan hier natuurlijk niet al die bluggen blijven oprammen. Hè? Nee, en even bekomen. Ik denk dat hij ongeveer een 400-tal meter moet rijden heeft op die lekke tube. Bovendien moet je ook concentratie inbouwen voor iedere afdaling. En die liggen er ook echt rottig bij. 10 seconden. Dat doet hij goed. Dat doet Van Aert uitstekend. Voetje uitsteken, wat bijpeddelen. Oh, Van Kessel. Het is voor de stenen te doen, een man. Wat gaat hij daar zoeken? Geschuifel bij Van der Poel. Er is hoop, jongens. Dit is een strook waar Van Aert beter moet voor de pinnen komen. Niemand die ook beter schoudert. Een stukje fieltje. Kijk naar forse dijen. Hier breed te zwaaien met dat been. Wat bijpikkelen. Van Kessel. Zit hij zijn job erop en mag hij niet voor zichzelf gaan. Hoog blijven, duiken naar beneden. Dat de Michael van Tournout goed voor de dag zou komen, dat hadden we wel verwacht. Doet dat wel heel voorzichtig, moet ik zeggen. Dat is ook plat. Het is een ellendige cross op dat gebied. Dus het kan alle kanten uit. De boel kan plots omdraaien. Sterk, sterk. Hij komt in de schoen. Ja, de leeuw is los. Eind de tweede ronde. 7 seconden. Eind de tweede ronde. Zo dadelijk de ze komen nu in één beeld. Daar gaat hij uit de bocht komen. En hij heeft dat natuurlijk begrepen. We zijn nagenoeg 16 minuten bezig. Nu volle 16 minuten. Passage op de streep. Het zijn er 5. Het gaat niet dat lang meer ze duren. 7. Het gaat niet lang meer hier, duren. Hier, Van Kessel. Daarachter Michael van Tournout. Lekt dus. Schuddebollend ook zweek. Ja. Is het mogelijk? Michael van Tournout. Hier is Lars van der Haar. Van Turini die dan komt. Belgische kolonie wordt gek. Hier worden zaken gedaan met Zibus. Zeker niet de supergrote massa hier op de afspraak. Gisteren waren we wel onder de indruk. Maar gisteren was er een Luxemburgse die meedeed voor eventueel top 5, zelfs een medaille. Het is er niet van gekomen. Maar Zibus reed vooral in de weg. Nochtans, die eerste anderhalve ronde, het dreigde in de soep te draaien. Hè? Ja, maar dan heb je dat karakter van Wout van Aert. We hebben hem in Namen plat op de buik zien liggen. Dan zou je denken van, amai, nu gaat hij wel inpakken. Integendeel. Ja, alsof hij gedeblokkeerd is. Maarten. Lekke banden. Daarnet is Van der Poel binnengereden omdat zijn voorwiel lek stond. En dat was ook al het geval bij Merlier en Vermeers. En Yannick Peters had er straks bij de belofte 4 lekke banden, zei Tom van Oppenons. Ja, kunnen we helemaal begrijpen. En dan moet je zeggen van, 19e, dan is dat nog oké.
dus het materiaal moet het houden. Dit is de Van Aert die je wil zien. De knokker. Mm-hmm. Dat heeft hij meer dan om het even wie. Omdat Van der Poel toch af en toe wel eens zo'n cross heeft waarin hij die boel laat varen. Als hij wil, mag hij hier zelfs blijven hangen. Achter hem is de kust helemaal veilig. Dan rijden ze daar toch weer met z'n twee in die onderlinge strijd. Dat duel van het hele seizoen. Dat het seizoen toch wel voor driekwart op een fantastische manier gekleurd heeft. Nederland verzamelt zich in de achtergrond met Van Kessel en Lars van der Haar. Dus vooral door de pech worden we daar van de voorposten weggekletst. Dit is op dit ogenblik een herhaling van de situatie in Tabor, weet je nog? Toen reed Van der Poel daar ook altijd met een voorsprong van een seconde of 10. Ja. Dus het is niet iemand die meteen zegt van laat hem maar komen, Maarten. 9 seconden is verschil tussen Van der Poel en Van Aert. En hij ziet hem rijden. En dit zijn stroken waar hij het verschil moet kunnen maken, Wout Van Aert. Hier kan hij zijn vermogen kwijt. Zie je? Klein jojo bewegingen. Ja. 7, 9. Het is niet veel, maar je moet ermee omgaan. Dat springen over die balken, wat gaat hij daarmee doen, dat doet hij niet. Wel een grimas. Zie je niet vaak bij Wout Van Aert. Nogmaals, moet dwars door de pijn. Heeft de trainer Lamberts ons bevestigd. Het zal moeten en dan hopen dat hij zijn DVV-trofee nog kan verdedigen in Lille. De rest, daar staat al een vraagteken achter. Lars komt ook in zijn schwung. Van der Haar. Die in normale omstandigheden, dat wil zeggen in het pieken van zijn vorm hier een fantastisch terrein zou gevonden hebben. Die korte, nijdige hellingen zoals hij die ook terugvindt in Valkenburg, waar volgend jaar het WK betwist wordt. Zuiver op de macht naar boven, blijven zitten op het zadel om dat wiel toch maar zijn werk te laten doen. We zagen die reportage die terugkeek op het WK van 2013 in Zolder. En dan vergelijk je die lichamen, die zijn bij de twee nog meer uitgebouwd. Ja, het worden echte Cousteaus. Gat wordt weer groter, Paul. Ja, ja, ik zal het zeggen. Het is 12 seconden. En hij was tot op 7 geraakt. Dat zal dan dus met die leegloper te maken hebben? Ja, die lekke band. Dat vreet aan je. Daar ga je van kapot. Wellicht geen brutale lekke band, maar wel een leegloper. Wie komt er heel uit doorheen zonder dat soort pech? Ja, het is, als je dan toch lek moet rijden, dan is te hopen dat het voor de renners in kwestie heel dicht bij die materiaalpost is. Kijk waar Pauwels nu weer al zit. Positie 5 en vlak achter Van Kessel aan. Tegenslag gaat Pauwels. Pauwels voor het podium. Of wat dacht u? Rotcross. Slappe tubes rijden. En dan veel stenen. Ja, het is over minder lek rijden. Een valpartij in de achtergrond is dat de Godrie die tegen de vlakte gaat. Pats. David. Of is het Godrie? Ja. Overal waar hij verschijnt stijgen de decibels. Vooral Vlamingen hier naar Luxemburg, naar de streek van Esch-sur-Alzette. Afgezakt vlak op de Franse grens. Als je het parcours wil bereiken, moet je een stukje door Frankrijk. En overal goed gelanceerd geraken om dit hier te ronden. Zeer belangrijk daar de keuze van dat traject op dat hoge bochtje. Dat kan voldoende zijn als ze tenminste weer samen geraken voor de beslissing. En overal nu duwen, trekken en stompen. Paul kijkt met zijn arends oog. Scheert er wat? Is er een leegloper? Van der Haar wenkt Van Kessel, neem over, man. Pauwels sluit aan. Op zijn gemak, zou je zeggen. Zou me niet verbazen dat dat weerlijk is. Andermaal wisselen. En dan komt hij weer wat dichter, Maarten. Ja, hij komt zeker dichter. 7 seconden zijn het. En Van der Poel die moest binnenrijden, want hij stond achteraan lek. En Van Aert nadert nu 6 seconden zijn het zelfs. Ja, dat is voor de tweede keer. Amai. Dat is voor de tweede keer. Laat ons dan hopen dat Wout Van Aert op die tractorbanden zijn ding kan blijven doen. Want daar rij je blijkbaar niet meer lekker. En hoe ga je daar mentaal mee om? Want dat gaat natuurlijk in het kopje spelen. Het is mijn dagje niet. Mijn materiaal doet niet mee. Hij trekt zich daar natuurlijk aan op. Heeft hem weer wat scherper in het vizier.
mentale weerbaarheid, daar komt het nu op aan. Van Aert komt nu wel bijzonder dicht. Heeft wel al ging wat er wat minder vlot bij Van der Poel. 4 seconden. Lijkt wat te berusten. Komen ze samen. Het ziet er naar uit. Er is geen weg meer buiten. En zeker naar deze strook. Eer dat ze boven zijn, kan hij hem ruiken. Van der Poel moet knokken tegen die desillusie. Pauwelske. Oh, wat is die goed, zeg. Ja. Wat is die goed. Hij rijdt op. Zonder pech rijdt hij vooraan gewoon mee. Dat soort stroken zie je dan toch dat Van der Poel weer dat extra aan lef heeft. Pauwels op 3. Van Kessel, Vermeers, ook goed opgeschoven. Ja, Merlier. Ja, ja. We zijn aan het verzamelen in de achtergrond. Dus kleine tussenconclusie. Je kan hier maar beter een seconde of 14, 15 pakken. In de wetenschap dat je in iedere ronde lekker hebt. En luister weer van onder. Ja. 5 ronden. Dan ben je aan het wielen en dan zie je hem weer kleiner worden. Een jaar. Enerverend. Maar wat rijdt Pauwels soepel. Hoe kan dat nu? Weer weg. Snelste rondetijd van der Poel, ronde 1. Die knalronde. Vermeers. Van Kessel wat sukkelend. Vermeers schuift ook op. Ja, dit is zijn ondergrond. Dit ligt de West-Vlaamse vroeter volkomen. Hij rijdt voorlopig de koers van zijn leven. Pauwels komt hier nu voorbij op 35 seconden. Vermeers. Ook hij? Hij heeft ook prijs. Oh, oh, oh. In Fiuci ging dat klauteren bij Van Aert iets snediger, iets vinniger. Een hoger ritme. Maar vergeet ook niet dat hier de tuigen nog meer aangeladen raken. Slippertje Van der Poel zie je zelden. Maar ze blijven nog altijd in één beeld te vatten. En dat geeft iedere burger moed. Dat zou wel. Sierlijk, zoals hij dat ding daar rond. Dan moet hij zich weer klaarmaken voor de volgende helling. Deze dus. Dat is een helling die hem goed past. Is wat langer uitgevallen. En kan die snelheid halen. U ziet de namen doorrollen in de achtergrond. Kijk eens waar Tara Marquez zit. Plaatsje 20. Dat was er toch eentje die op komst was. Een jaar of 3, 4 geleden. Vermeers teruggezakt naar plaats 7 momenteel. Nog 1 volle minuut volhouden om aan die materiaalpost te komen voor hem. Merlier bevestigt dat goede beeld van de voorbije week. Seconde of 3,5, meer is het niet. Mm-hmm. Als hij erbij komt, dan kan het de tij helemaal gaan keren. En we gaan naar Maarten. En we luisteren naar Niels, Albert. Hij zit kapot, hè! Hij zit kapot, hè? Heb je gezien, Niels? Wow, ik weet niet of Van der Poel kapot zit, maar ik kan alleen maar proberen hem eigenlijk er aan te moedigen natuurlijk. Dus als ik op die manier een beetje morele steun kan geven, dan doe ik dat ook. We zien wel dat het verschil amper 4 seconden is op dit moment. Ja, ik denk dat Mathieu al 2 keer lek heeft. Dus daarom, maar ja, ze zijn al elkaar gewaagd vandaag, dat is mooi. Zie je de allerbeste van Aert? Eigenlijk niet, maar niet de allerbeste van Aert. Daarvoor kan hij wel winnen. Dus ja, ik ben vooraf gezegd dat ik denk dat beide renners niet 100% gaan zijn. En ik denk dat dat hier vandaag een beetje het geval is. Dankjewel, Niels Albert. Ik denk zelfs dat ze niet eens 90% zijn. Want de lichaamstaal van der Poel staat me ook niet 100% aan. Moet ook af en toe wat bijtanken. Wat naar lucht happen. Ja. Om weer de gewenste snelheid te ontwikkelen. Je zou verminderen als de lucht ontsnapt uit je tube. Maar we hebben weinig referentiepunten natuurlijk. Hè? Want het is voor het eerst, of help me, misschien voor de 2e keer in het seizoen dat de ondergrond er zo bij ligt. Heel weinig gezien, heel weinig gezien. Dit is echt het moeilijkste van het moeilijkste. Dan mag je er 10 centimeter doorzakken, dan heb je nog een heel ander verhaal. Maar nu, opletten, je kan overal in de fout gaan. Ondertussen wordt het iets groter weer.
Ja, en ze moeten dan toch nog 7, 38 minuten doorknokken. Dus alles kan nog. Van der Poel heeft ook alle moeite van de wereld om de controle daar te behouden. Amai. En wat moet die daarover denken? Al twee keer lek. Van Aert, dat is een stukje gezwinder. En knokken blijft hij tot de laatste snik. Van Aert knokt ook voor een tweede plaats. Maar hier telt natuurlijk vooral die strepentrui. Ver in de achtergrond. En mens te voet. Is er ooit een Luxemburger op een podium geraakt in een WK? Ja, toch wel. In 1985, Claude Micheli. Na Thaler en Adrie van der Poel. In München was dat, op het ijs. Ja, ja. Sneeuwman. Man met een brilletje. Toffe jongen. Je rijdt door een tunnel van La... Een trapverschil. En hoeveel is dat in seconden? 7. 7 seconden. Goed. Dan nemen we even de tijd... in de hoop dat er niks cruciaals gebeurt om naar Meester te luisteren. Tom, vertel, wat is er gebeurd? Ik zat op ideale plaats, denk ik, om door te schuiven met Mathieu. Ik ging Kevin voorbij voor de tweede plaats. En ik rijd daar bergjes op en mijn kader breekt in 2 stukken. Er is het onmiddellijk verhaal over en uit. Nou, ik heb nog geprobeerd doorfietsen, maar die was zo ver gescheurd dat er gewoon niet meer met de fietsen valt. En voor heel dat stuk te lopen, zit ik misschien 2 minuten achter aan de post. Ik was hier gekomen voor een heel hoge plaats te rijden. Ik heb niet kunnen laten zien waar ik waard was. En ik doe echt verschrikkelijk zeer eigenlijk. Ja, een gescheurde trek. Je acht het niet voor mogelijk. Het van der Poel, Van Aert, 7 seconden. Michael van Toornout en Merlier voorbij van Kessel en Van der Aar. En Paulus Anderman naar achter. Op plaats 8. Zeer belangrijke weer situatie. Nu komen ze bij elkaar. Ja. Dat lijkt me duidelijk. Dat is om alles op te vreten waar ik aan denk. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Maar de keuze van het materiaal telt natuurlijk ook. Ja, dat mag, dat mag. Maarten. Ja, heel veel pech voor Van der Poel. Hij is voor de 3e keer lek gereden. Bij het binnenrijden van de materiaalzone reed hij tegen een fotograaf. En heeft hij daarbij bezeerd aan de arm, leek ons. Ik zie wat besmeurde dingen aan de schouder. De twee nu naast elkaar. Van der Poel houdt daar wel het voorplan. Of wordt hij daar nu gerold? Ja, ja, natuurlijk. Als je de deur openlaat. Ja, laat dat niet toe. Laat dat niet toe. Nee. Het wordt een mentale kwestie. En een materiaal kwestie. Maar mentaal voordeel nu voor Van Aert. Hij heeft hem uiteindelijk te pak. Ja, wel, je moet ook geweldig vertrouwen hebben in zijn materiaal nu. Dat gaat gewoon rond. Dat is een lopend vuurtje. Van, hij rijdt zo vaak lek. Van Toornout, van Kessel, wat wordt daar ook vaak gewisseld? Paulus zal ook plaatsen. Paulus zal ook wel een prijs gaan hebben. Ja, inderdaad, die is weggezakt naar plaats 8, zoals gezegd. Van 3 naar 8. Weer dat ommetje. Weer een Van Kesseltje. Ja, hij zit daar tussen die rotsblokken. Tussen die rotsblokken van Ambiorix. Is dat nu iedere keer een test, die schuine hellingen? Naar de laatste ronde toe? Of ja. Weer vanaf? Ja, hij is wel heel vinnig op zijn stuk, maar hij kan geen lucht in zijn tubes houden. En dat is een dik probleem. Aan wie ligt dat? Of is dat puur ongeluk? Dat is de ondergrond hier. 3 keer na 1. Van Aert die overpakt. Dit is Michael van Toornout. 3e in de race. Podiumkandidaat. Ieder zijn traject. Van Toornout, klikpedaal wat kwijt. Ja, misschien toch maar eens in de post binnenduiken. Ook al moet je er niet zijn, dan is dat euvel toch van de baan. Steenkruising, dat plaatje. Moeilijk instappen. Tegen die trapper kletsen. Om toch maar wat vrijheid te krijgen. Instapmogelijkheden vergroten.
Maarten. Ja, Bart is boer, Nick en chef van Kevin Pauls. Ja, waarom toch al die lekke banden? Wat is het probleem? Ja, het is beginnen dooien en de stenen zijn naar boven gekomen. En hij had er de vorige dag geen last van. Maar bij Kevin is pech dat hij het juist na de materiaalpost gevoeld heeft, denk ik. En Mathieu heeft het altijd net voor de materiaalpost gevoeld. Iedereen is op de sukkel, hè? Ja, het is... ja. Ik heb er nog nooit mee gemocht, zoiets, denk ik. Dankjewel, Bart is boer. Ja, het is niet echt eerlijk. Nee, dat is spijtig. Maar het is van verstand en intelligentie gewacht maken dat men een goede keuze gemaakt heeft in het kamp van Aert. Ja, dat is grotendeels gedaan. Hoe lang staan die op stal, die groene dingen? Ja, dat is bij Richard Niehuis uit het kot gekomen. Want niemand heeft daar nog interesse in. Dat zijn van die stugge schappen, de bovenlaag. Maar blijkbaar kun je er niet zo goed mee lek rijden. Hoe lang liggen die, of hangen die daar te drogen? Dat zijn knapen van 15 jaar oud. Maar het is enkel de bovenlaag dat gebruikt wordt. Het is niet die volledige tube. Hè. Kijk u daar niet op. Die zijn nieuw gemaakt, enkel met een nieuwe bovenlaag. Met de oude bovenlaag. Van Turnhout zit op 44 seconden. Lars van der Haar zit op een goede 53 seconden. Corné van Kessel houdt hem gezelschap. Zo was het toch, maar dat kan terwijl ik dat zeg al veranderd zijn. Goeie indruk van Turnhout. Ex-wereldkampioen bij de belofte. Kopje van Mathieu van der Poel hangt wat dieper tussen de schouders. Maar dat heeft hij wel vaker in zijn rijstijl. Gaat hij een paar ronden kalmte inlassen? In de hoop dat hem niks overkomt? Ik denk het wel. Wiel aan wiel. Ja, hier zat je op te wachten. Dit wil iedereen meemaken. Oké. Ook hij gaat nu al lopend. Hij is aan het bestuderen. Laat het initiatief aan de Lille na. Lille mag natuurlijk al vieren met die formidabele Sanne Kamp. Was me dat een cross. Maar dit wordt ook een thriller. Dit moet niet onderdoen. Zonder pech natuurlijk. Midden in de cross in een aftastfase. Hoe goed is mijn opponent? Hoe is dat wentelen? Hoe kom ik naar zo'n heuveltje boven? Is dat al puffend of zit er nog veel restant op? Het is waanzinnig lastig. Je hebt een helling achter de rug en er ligt een andere klaar. Ja, dat volgt elkaar razendsnel op. En dan ook die onzekerheid. Hè. Dus dat vreet. Van der Poel laat het niet gebeuren. Een technische strook. Ondanks alle ellende is dit parcours op een schitterende manier uitgetekend. Je acht het niet voor mogelijk als je het allemaal bekijkt. Het lijkt één vieze, vuile vlakte. En toch heeft men daar fantastische hellingen en dalen in uitgetekend. Is Pauwels aan het opschuiven. Die zit nog altijd op 8, op 1 minuut en 2. In de buurt van Laurens Zweek, die op 7 zit en Timmerlier op 6. Hier komen ze wiel aan wiel haast. Pak volk bij elkaar nog. Maar desondanks is het daar ieder voor zich. Hè? Oei, oei, dat is al een tijdje zo. Ze hebben enkel Wout van Aert gespaard in het begin. De baan vrijgemaakt, plaatsruimen. Naar Van der Poel toe. Hoeveel lekke types kun je je zo permitteren? Met andere woorden, hoeveel wielen heb je bij je in de post? Dat denk ik wel dat zij materiaal hebben. Ze zijn toevallig met twee broers. En dan is er een overaanbod aan materiaal. Doorgaans, hoeveel setjes? Normaal wel zes. Oei. Ja. Daar zal het niet meer bij stoppen, bij zes setjes. Zie je maar die plassen? En die stenen. Onder al die plassen liggen van die gecamoufleerde, akelige dingen. We vergeten de koude. Het zijn die stenen die dat de bovenhand nemen. Dus opzet van Van der Poel was na die fulminante start was een solo slim. À la Nieuwenhuis. Nu is het code 2. Oplossing B. Dat man tegen man. Ja, dat is een fragment. Als we dat iedere keer voor de geest halen, daar hebben we Van der Poel al een enkele keren zien lek staan. Op dit punt hier.
Laasje van der Haar in positie 4. Dat is al wel wat. Na een seizoen waar een dij over 10 centimeter voert zij. Ja, maar de blauwe garde komt eraan. Wissel van Aert. Wat gebeurt? Of eerder proper fiets? Ja, proper fiets. En materiaal genoeg voorhanden, want ik heb die tubes vorige week zien liggen bij Richard Niehuis in de camionet. Het was een pak, het was een karrevracht. Daar gaat het niet aan liggen. Voor een goed begrip, dat is een bandenfabrikant. Die heeft het Franse huis overgenomen, Dugast. Juist. Er zit weer wat rek op. Opletten, Van der Poel neemt weer wat afstand na die wissel van Van Aert. Mm-hmm. Dus gaan we dit toch nog even volgen. Komt Van Aert weer aansluiten? Je hebt de indruk van wel, maar moet daar dan weer wat inhouden? Hij is er weer vandoor, kan zich weer niet dat houden. Dat gaat naar een seconde of twee, drie. We zijn beneden en hier nu in het valleitje gaat hij dat dichten, maar snel naar Maarten. Ja, Van Aert is ook niet gespaard gebleven. Van Pech, net toen hij de materiaalzone binnenkwam, stond hij lek vooraan. Oh, oh, oh. Dus iedereen, hè? Ja. Zonder uitzondering. En toch, op dit verschrikkelijk lastige parcours in de achtergrond, wat pelotonvorming. Schuivertje, Mathieu. Maar dat meesterschap op die schuivers is zo groot, joh. Kun je niet doen. Kun je niet geloven. Amai, zie je eens naar die achterduben. Meer prijs? Ja. Het is niet te geloven. Volgens mij wel. Het is niet meer te volgen. Ja, natuurlijk begin je spoken te zien, hè, want het draait alleen maar om lek rijden. Ja, dat klappert daar wat. Maar dan heeft hem toch prijs. Deze keer gaat het zo goed niet uitdraaien. Om aan die post te geraken. Kijk. Dat is inderdaad op de velg. Ja, 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 dat ja. heeft Van Aert natuurlijk ja. gezien. En dit gaat over 2 minuten. Ja, twee minuten moet hij rijden. Dit is om te janken. Dit is als opponent om te janken. Waarom terug die risico's nemen? Weer wegrijden? Omdat het in zijn natuur zit. Omdat het gewoon in zijn natuur zit. Het is sterker dan hemzelf. Maar Van Aert neemt wel voorsprong. 40 minuten ver. Nog drie ronden. Dat is te klaar. Dit gaat hij mentaal niet redden. Mathieu. De rol is omgekeerd. Ja, en blijven staan waar je staat. Je mag zorg niet... de blik bij Adrie van der Poel. Ja, je zag hem blazen. Die heeft dat wel begrepen. Je mag niet tegemoet gaan naar de post opschuiven, want je bent toegewezen aan je eigen box. 40 seconden zijn weggetikt. Van Aert is weg. Van Aert heeft een voorsprong van een seconde of 6-7. Dat gaat minstens verdubbelen. Dat gaat naar 15 bij de wissel. Daar komt Van der Poel pas uit de bocht. Uw klok thuis mee. Hebben wij de tijd niet voor. Af en toe toch eens lonken. Hier komt Pauwels door. Pauwels is ook aan een oprolfase bezig. Mm-hmm. Pauwels op 1-14. Op 1-14. Wat een onmogelijk zwaar verschil tussen de twee tenoren en de rest. Die Merlier ook wel op prijs. Kijk. Vooraan lek. Wie niet? Maar bij herhaling, ja, dat is dodelijk. Niks meer te zien. Niet meer in beeld. Niet meer in beeld. Weg, duel. Van Aert heeft een hele dikke kans om zichzelf op te volgen. Volledig in het rood nu, verzuurd tot achter je oren. Ja, dat komt er ook nog eens bij. Je rijdt op een volkomen stroef onderding, post. Dat alleen maar aan je vreet. Adrie tellen nu. We gaan naar Maarten. Niels Albert. Maker, kom aan! Kom aan, Maker. En we laten de chrono meelopen. Door het dolle heen natuurlijk. Hè. We zien. 4 seconden, 5 seconden. De kloof groeit. En dan komt Van der Poel er nu pas aan. Het is nog een hele lange kloof. Maar Niels ziet er alsmaar beter uit. Zo veel energie. De koers moet gereden worden. We gaan geen victorie kraaien voor te laten. Hebben jullie voldoende tubes bij? Ja, we hebben voorlopig nog geen plat, dus we hebben er voorlopig genoeg bij. 21 seconden, 22 seconden zelfs, Michel, zien we op de chrono. Ja, dan wordt dat toch wel tegengesproken. Voorlopig nog geen platte tube, zegt nee, de coach. Nee. We hebben het ook niet gezien. Terwijl bij de vorige tussenkomst Maarten toch gewacht maakt over een lekker voortube bij Van Aert. Mm-hmm.
21 seconden wordt bevestigd op het computerscherm. Begin er maar aan, hè. Michelin scoort momenteel. Laten we zeggen, tot dusver altijd licht in het voordeel geweest, vooral ook mentaal. En nu plots, door 4 keer pech, een totale omslag. Ook de Fransen staan te voet. Ook dit is een verre trip. Ik kan me niet inbeelden dat volkomen stilvallen dat nog gaat gebeuren. Nee, Van Aert zeker niet. Daar straks ook nooit gepanikeerd. Ondanks dat hij 2 keer tot 3 keer toe af en toe Van der Poel moest laten vertrekken terug. Altijd zijn tempo blijven rijden. Probeert weer die vaart terug te vinden van daarnet. Maar al zo vaak ontgoocheld. Iedere keer weer opnieuw heropladen. Kun je niet blijven doen. Het heeft wat van Nijs in 2007 in ogenleden gids. Iedere keer weer opnieuw tegenslag. Op de duur zeg je van, voort nu, voort. Wachten op een nieuwe tijdsopname. Ja, een zeer belangrijke tijdsopname. Gaat dat niet plots met een ruk naar beneden, dan ziet het er zeer goed uit voor Wout van Aert. En zeer goed voor Lille. Het mekka van de crosssport voor een tweede keer goud. Hier zijn ze. De jongens, Speek, Pauwels. Pauwels is dan zijn tweede terugtocht bezig. Ja, en dan misschien nog dingen waar we geen weet van hebben, want de camera staat er niet continu op die kerels. Als je al die verhalen gaat samenstellen, dan krijg je een boek zo dik als de Bijbel. 1 seconde heeft hij eraf gepist. 20 seconden verschil. Een status quo. Dat is een secondje gepikt in een afdaling of zo. Nu moet hij nog meer risico's gaan nemen. En daar straks kon het al niet zonder lek te rijden. Dan wordt dat een zeer moeilijke klus. Moeilijke opgave. En bovendien heeft dit seizoen zo vaak uitgewezen dat echt stilvallen er bij deze twee nooit echt bij is. Dus dat zal Wout van Aert in geen geval doen. Daar dan weer een derailleur en een wiel kwijt. Het slagveld. Gaat men dan toch nog anders gaan oordelen over dit uitgetekende parcours, over deze locatie? Ja, de ondergrond is dramatisch. Daar moeten we niet meer over gaan Met de sportiviteit bluffen. Heeft het niet echt meer te maken. Nee, dat is te veel. Mensen gaan denken, kunnen ze tegenwoordig geen tube meer maken? Maar ja, tegen die ondergrond is blijkbaar niets opgewassen. Wat hier gebeurt is inderdaad nefast. Dat is van het slechte wat te veel. Vijftien overwinningen tot dusver. Deze Wout van Aert. Dat is er eentje minder dan Mathieu van der Poel. Dat gaat zo meteen op een gelijke hoogte komen. Tenzij nog een volkomen omslag. We kunnen niet wachten om het te zeggen. 23 seconden. Maar pech kan ook vooraan nog, dus voorzichtig blijven. Maarten. Ja, onze chrono is net iets beter dan die van Paul. 25 seconden hebben wij gemeten. Het verschil tussen Van Aert en Van der Poel ziet er alsmaar beter uit om een tweede opeenvolgende wereldtitel te pakken. Door een zuil van enthousiasme die afdaling daar genomen. Zwitserse daaraan toe of zijn dat ergens geleende Zwitserse bellen? Kiezen voor de loopfase, waarin hij minstens zo goed is. Nee, elke trap is juist. En hier geraakt het voorbij. De onzekerheid neemt wat toe. Het is in de benen geslagen. Ja, je zou maar dat voor, kun jij je veel beter uitleggen minder. Dan ik. Je dat gevoel als je op een lekker band voort moet. Ja, dat, het is een wonder hoe dat iedere keer heeft eigenlijk weten te overbruggen om er heel hard te geraken. Van 1 seconde, 2 seconden terug wegrijden naar 5, 6 en dan toch weer geconfronteerd worden met weer zo'n euvel. Is het dan alsof je spieren uiteenbarst? Ja, daar ben je niet tegen opgewassen. Daar is ook niemand voor getraind. Maar... Ja, maar even kijken naar die strijd op 1,5 minuut al voor die derde plaats. Tussen Laurens Zweek en Kevin Pauwels en Lars van der Haal. Verhaarliever heeft zich er ook tussen genesteld. Mark Janssens, hoeveel keer is je al lek gereden, Laurens Zweek? 3 keer al. Maar ja, iedereen rijdt hier lek. Het is echt een slagveld van de lekke banden. Hè. Hij 3 keer, ander 2 keer. Misschien zijn er al bij die 4 keer lek. Vermeer zelfs 4 keer. Hebben jullie voldoende materiaal bij? We hebben net al wat gaan bijhalen. We hebben al wat fietsen gaan bijhalen. Hij gaat ook nu met die groene tube rijden, waar dat Wout mee rijdt.
ja, je moet, hè. Uiteindelijk moeten, want je blijft geen materiaal hebben. Hè. Dus, maar het is een, voorlopig wel. Het is een ware materiaalslag, Michel. Ja, en die kun je dus ook winnen. Door lang genoeg uit te diepen wat het juiste schoeisel is. Ja. En door te durven veranderen. En door alles voorhanden te hebben. En het moet gezegd, Christophe Roodhoofd, de manager van het Huis van der Poel, is daar een kraan in. Hè? Ja, die heeft het Albert eigenlijk zelf geleerd. En vorige week is het aangehaald. In het Huis van Van Aert. Vorige week is het aangehaald. Dus iedereen was op de hoogte wat dat er op til was. En daar rijden ze, de groene jokkels. Het zijn goeie. Het moet Corné zijn. Sliert de smurrie. Hoofdje naar beneden. Met wat snot erbij. Zweek met enige voorzichtigheid. Zit nu op positie. Even kijken. 3. Pauls, schuddeboom. Dat is een veeg voorteken. Voor plaats 3. Dus Van Aert duidelijk op 1 afgescheiden. Het gaat nu naar 29 seconden. Ja, ja. Het is geplooid bij Mathieu van der Poel. Hij mag nu. Zweek zit op 3, maar dat wordt nog een bikkelharde strijd. Dus daar gaan we wellicht wat extra beelden van krijgen nu. Alles heel houden is de boodschap. Voor de rest trappen, dat kan al wat minder. Op weg naar zijn tweede wereldtitel. Nog even onder voorbehoud. Hier van Kessel. Van groot nut in de openingsfase. 10 minuten lang afstoppen. Toch heb ik op geen enkel moment de indruk gehad dat een van deze twee echt 100% superieur was. Nee, op geen enkel moment. Maar als we nu naar Wout kijken, hè, is het alsof... Misschien zullen straks de rondetijden dat wel duidelijker maken. Alsof hij er helemaal door is. Hij floreert. Dat wordt bevestigd, Wout van Aert. Rondetijd in ronde 6, 7:30. We komen nu op het niveau van de gerealiseerde tijden van Joris Nieuwenhuis bij de belofte. Maar dat zegt natuurlijk niet alles, want de ondergrond ligt er nu nog slechter bij. Ja. En morgen nog slechter. Maar dan zijn we al lang weg hier. Vermeers nog altijd in een goede positie op plekje 9. Bij wijze van overzicht. Krijgt het daar netjes in beeld. We gaan het graag nog eens herhalen. Van Aert, dan Van der Poel op 30 seconden. Dan Zweek op 1.45. Dan Lars van der Aar op 1.46. Kevin Pauwels op 1.46. Ook Van Kessel is zesde op 1.53. Van Toernout is zevende. Hele tijd de zicht gaat op plekje 3. Boros op 8. Vermeers op 9. Tsaner 10. Hou er maar rekening mee dat de boel daar nog helemaal kan omgegooid worden in de achtergrond. Er gebeuren vaak vieze dingen in zo'n slotronde. Dan gaan we weer naar Maarten. Ja, in het kamp van Van Aert zijn ze elkaar al een heel klein beetje aan het feliciteren. Hij ging ons ook als een stoomtrein, raas hij ons. Voorbij 32 seconden is er tussen de kloof, tussen hem en de Nederlander. Dat mogen ze. Ze mogen elkaar feliciteren om de nek vliegen. Want dit is teamwork. In de eerste plaats teamwork. Jawel. Dat is tegenwoordig helemaal waar. Als je ziet welke ploeg dat er achter een renner staat. En dan gaat dat gewoon van het bemoederen tot eigenlijk bij de dokter, zeg maar. Dat gaat over 10, 12 mensen. Machtig. Zoals zij nu ronddraait. Bevrijd natuurlijk ook, hè. Zal wel. Speelt natuurlijk een enorme rol. Het kopje is nu los, helemaal vrij. Het is vooral het ontwijken van die stinkers onder de bovenlaag. In de mate van het mogelijke. Maarten. De wereldkampioen van 2008, Lars Boom, 5 keer lek, geen banden meer en uit de koers gestapt. Ja. Ik heb dit, ik ben aan het graven in mijn geheugen, ik heb dit nog niet meegemaakt. Nee. Dat je verplicht wordt om uit de koers te stappen, omdat alles op is. Mm-hmm. Je hebt genoodzaakt natuurlijk lichte tubes nodig voor de weide en al de andere. Maar je moet met, allerlei setjes met de steenslag is er eigenlijk weinig rekening gehouden. Ze zijn ook maar pas van vandaag komen bloot te liggen. Nou, nogthans, in het begin van de week waren de voorspellingen al dat het zou dooien. Dat we zelfs naar 7, 8 graden zouden gaan. Het spreekt voor zich. Je ziet ze allemaal liggen.
Als je nu oud of houdt van ouderwets Zwitsers, dat is er eentje, hè? Stilaan onherkenbaar. Alleen de kleur geeft nog een idee. En de positie op de fiets. Hij leeft. Het doet wat te denken aan de mestvaalt op Os. Waar Liboton zijn vierde wereldtitel haalde. Ja. Dat was, ook Lanarvili. Veiligheid. Dat was in dit soort smurrie. Begin van de jaren 80. Van der Haar is podium klaar. Dat is dan veel sterker dan hetgeen we vorige week gezien hebben. Wegrijden en dan oneenigheid. De twee die in de verdrukking geduwd zijn nu. Zweken Pauwels op de plaatsen 4 en 5. Voor Pauwels ook een onrechtvaardige strijd geweest. Uitstekende start. Zo anders dan al die vorige weken. In je tijd, Wout. Geen risico's. Hij daar pas in de buurt van de zone. 35 seconden. Dat is altijd een seconde of 2-3 verlies. Dan toch vechten voor die podiumplaats. Dat wilde hij vorig jaar niet meer doen, nog een plaats opschuiven. Ook al zag hij Nijs rijden, maar hij dacht van, dat is een man met zoveel klasse en zo'n erelijst. Die mag voor mij eindigen. Ja, dat doet, daar doet hij mee. Ik heb het over Van der Poel. Ah, ja, ja, ja. Echt zo gebeurd. Ah, ja, ja, ja. Op die manier. Ik heb het over Van der Poel. Ja, ik was bij Pauwels. Nee, 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 die werd niet, ja, omdat dat had ook gekund. Dat Nijs daar nog voor kon. Als die datzelfde idee had. Gaan we naar de verlossing. Draait zich nog altijd uitstekend naar boven door de blubber. Dit is veel eer consolideren. Dit is veel eer consolideren. Bijna 55 minuten rond. We zijn op een ronde van het einde. Zonder ongelukken volgt Van Aert zichzelf op. Ik kan me inbeelden dat ook de moeite moet opgebracht worden. De moed moet opgeraapt worden om jezelf hier nog doorheen te sleuren. Ja. Na zoveel commotie. Na iedere keer weer een anticlimax. Hij was gekomen om te winnen. En liet dat ook duidelijk zien. Ja, hij was er effectief wel klaar voor. Komt hier nu door op 37 seconden. Dus bij elke tijdsopname een seconde of 2-3 extra. Zweek, aangemoedigd. En waar is Lars? Zweek die nog bereid is om risico's te nemen om Pauwels af te houden. Die moet ervoor hangen, Lars. Nog altijd dat op de kop. Ja. Die zit nog altijd op plaats 3. Maar dat gaat toch naar de 2 minuten. Om je maar te zeggen dat Van Aert vooraan stevig doorjast. Maar gaat toch weer andermaal op dat podium komen zonder terugkomst van deze twee. Van der Haar. Vorig jaar tweede, in Tabor derde en was ook al derde in Louisville. En bewijst daarmee dat hij in de pickorde toch wel op 3 zit. Tenzij Pauwels daar nog wat uit de mouwen schudt. In die slotronde, dat doet hij wel vaker. Ja, daar ben je nog niet zeker van. Maar Van der Haar ook niet de eerste beste. Hij is wel helemaal terug nu, op deze manier. En volgend jaar naar de Kouberg. Ja, dat gaat nog een mooi slot worden. Misschien volgende week al in Lille. Of in het begin of in de rest van februari. Zweek, nog een paar leuke dingen laten zien. Mei. Die verspeelt hier ook een hele mooie plaats. En dan komt Van Kessel eroverheen. Pauwels is op komst. Hij komt er naartoe. Hier komt zijn ronde. Ja, mei. Lars keek. Hier komt zijn subdoel. Maarten. Je hoorde nog heel even papa Henk van Aert roepen naar Wout. Eén keer is hij lek gereden, maar je hebt gekozen voor meer druk in de banden, denk ik. Hè? Ja, wij hebben bewust gekozen voor meer druk in de banden, zodat je minder kans had op lek te rijden. Maar de consequenties waren dan natuurlijk wel dat je op de technische passages wat trager moest rijden. Maar
de keuze gaat blijkbaar lonen. Ze zijn nog niet over de meet, maar het ziet er niet slecht uit. Je mag stilaan klaarmaken om te gaan vieren. Dankjewel, Henk van Aert. Ja, nog niet. Eerst over de meet en dan is het pas zeker. Hè? Ja. Ja, 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 ja. Voilà, dat is zo. We kijken ook nog eens naar de chrono. 41 seconden is het verschil ondertussen, Michel. Ja, dat is een coole mens. Dat is een genaturaliseerde Nederlander. Heb ik dat goed? Ja, helemaal. Over 2 jaar pas. Dan bekijk je het allemaal wat nuchterder, naar het schijnt. Maar je hebt ondertussen al wel gezien in de televisieuitzendingen dat hij maniakaal met het materiaal van Wout bezig is. En dat Wout daar eigenlijk geen omziens naar heeft. Nee, nee. Wout zit op rozen op gebied van zijn materiaal. Dat wordt geprepareerd. Het was een zeer nuttig interview, omdat we daar toch wel wat uit leren. Dat was ook de reden waarom hij er wat minder doorheen kwam in het begin in die technische passages, in de velden van de strijd. Keuze van de renner, altijd. Wout zal ook enkele kilo's meer wegen dan deze Mathieu Tengerder. En dan heb je wat meer druk nodig. Dat wijst ook andermaal zijn mentale weerbaarheid, dat hij zich, ondanks die ongelukkige beginfase, dat hij zich daar doorheen gewerkt heeft. Hij is niet meer lek gereden nadat hij gelost is bij, of nee. Definitief, hier bij die laatste lekke band. Is dat de pure chance? Ja, het tempo is er een klein beetje uitgehaald. De risicofactor ook. Mm-hmm. Dat verdwijnt dan ook meteen. Pauwels op 3. Hij is weer weg. Pauwels. Pauwels op 3. Ja, verschil tussen Van der Haar en Pauwels. Ja, toch 10 seconden. De man van de slotronde. De man van de slotronde. We kijken weer naar die tubus, maar die staan nog wel wat bol. Moet je sterk zijn als je wat meer druk kunt verdragen in je tubus. Voor machtmensen. Keuze van de renner, altijd. Wout zal ook enkele kilo's meer wegen dan deze Mathieu Tengerder. En dan heb je wat meer druk nodig. Dat wijst ook andermaal zijn mentale weerbaarheid. Dat hij zich, ondanks die ongelukkige beginfase, dat hij zich daar doorheen gewerkt heeft. Hij is niet meer lekker gereden nadat, nadat hij gelost is bij... Definitief, hier bij die laatste lekke band. Is dat de pure chance? Ja, het tempo is er een klein beetje uitgehaald. De risicofactor ook. Mm-hmm. Dat verdwijnt dan ook meteen. Pauwels op 3. Hij is weer weg. Pauwels. Pauwels op 3. Ja. Verschil tussen Van der Haar en Pauwels. Ja, toch 10 seconden. In de man van de slotronde. De man van de slotronde. We kijken weer naar die tubus, maar die staan nog wel wat bol. Moet je sterk zijn als je wat meer druk kunt verdragen in je tubus. Voor machtmensen. Daar staat Wout van Aert ondertussen al opgefrist en zich wel degelijk bewust van het feit dat hij deze wereldtitel vooral dankt aan zijn weerbarstigheid, aan zijn vermogen om terug te vechten, maar ook aan de factor geluk. Op de 3e plaats, goed voor brons, voor ons land. Kevin Pauwels. Deze jongen uit de Kalmthout staat daar, als ik het goed geteld heb, voor de 5e keer in een wereldkampioenschap op dat 3e trapje. Hij heeft dus een abonnement op dat trapje. Hij was van de anderen de beste. En ik heb hem eigenlijk, toen ik hem bezig zag, nooit dichter bij het niveau van de grote 2 geweten dan vandaag. Hij deed in het begin wonderlijke dingen. Wat jammer dat hij ook brutaal weggemaakt is voor hem. Ja, dat is zonde. Dat had er voor hem anders kunnen uitzien. Alle begrip, en wat moeten we dan hier alle begrip voor de tranen van deze Mathieu van der Poel. Ik denk dat ondanks een lekke band of 3 dat hij nog altijd met een gevoel rondtreedt van ik heb het nog altijd binnen mijn macht. Ik heb het nog altijd in me om deze wedstrijd in de goede richting te doen kantelen. Want ik ben goed. Ik denk niet echt dat superieure gevoel van Gaveren. Dat denk ik niet. Maar wel goed genoeg om te winnen. Ja. Maar toen kwam die Dekselse lekke band vlak na het passeren van de aankomst. Of was het nog voor de aankomst. En dan zo lang, minuten tot de post. Dat is dodelijk. Je world champion van Belgium. Alles zag er zo troebel uit bij Wout van Aert een goede week geleden. Dat was eigenlijk al na het Belgisch kampioenschap het geval. Toen dat knieletsel, dat frictiesyndroom opdook. Boven die patella, dat schuur.
gedoe dat iedere keer pijn veroorzaakte. En zei toen Klaas, daar moet je dwars doorheen, man. Er is geen keuze. Dat is dus ook gebeurd. Helaas, hij is wel wereldkampioen. Maar die wereldtitel, dat heb ik wel gezegd, maar we kunnen dat niet genoeg herhalen, is ook het gevolg van voortreffelijk denkwerk van de techneuten in zijn gezelschap. Sterk team. En er zijn ze van de wereldtitels die ook op die manier binnengehaald worden. Maar de pechlast was hier extreem. Te extreem. Dikker over. Ik ben het helemaal eens met Sven Nys. Je kan eigenlijk niet zeggen hoe de krachtenverhoudingen hier nu precies lagen. Dat maakt niet weg of... Dat belet niet dat de twee toppers daar op de plaatsen 1 en 2 staan. Had het anders gekund? Ja, dat had gekund. Maar goed, Van Aert volgt zichzelf op. En dat is de essentie van dat verhaal. We sluiten af met 3 medailles. We hebben goud met Sanne Kant, goud met Van Aert en we hebben brons met Kevin Powels. Dan mag je gewacht maken van een geslaagde missie. Vorig jaar hadden we er 5, maar daar gaan we nu niet om zeuren. 3 is mooi. We behouden ons niveau. En we zijn klaar voor onze hymne. Tweede wereldtitel voor Wout van Aert op de leeftijd van 22. Dan ben je inderdaad klaar voor een fraaie reeks. En dan drukken wij de hoop uit. Heren Van Aert, Van der Poel, Kevin Powels. Vooral de eerste twee. Blijf deze sport aangenaam en mooi maken. Dat lijkt me de grote uitdaging. Wat is aan jou, Karel?